Op uitnodiging van de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxi, heeft zijn Franse ambtsgenoot van Justitie, Eric Dupont-Moretti, een officieel bezoek gebracht aan Suriname. De Franse delegatie werd op 30 september door minister Kenneth Amoxi en minister Albert Ramdien ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De delegatie heeft daarna ook een bezoek gebracht aan president Chandrika Persat Santokhi. Wat ik wil aangeven is dat in de relatie met Frankrijk we een opleving zien in de betrokkenheid tussen de beide gebieden. We zien ook de ondersteuning welke Frankrijk heeft gegeven aan Suriname in het IMF, maar ook bij de Paris Club over onderhandelingen. Dat zijn vriendschappelijke daden, maar ook die enorm belangrijk zijn voor onze ontwikkeling, voor ons herstel op dit moment. Wij stellen dat zeer op prijs. En het is lange tijd geleden dat een minister van Justitie richting Suriname is gekomen, maar dat is onderdeel van de erkenning die er is wereldwijd en regionaal voor de samenwerking tussen de beide landen. Tenminste, twee overeenkomsten zijn gesloten. Laten we beginnen met dat van 2006. Dat moest geratificeerd worden. Het gaat om de politie-samenwerking tussen Suriname en Frankrijk, Frans-Guyana. Waarbij de samenwerking, de politie-samenwerking op de grens, in het oosten natuurlijk, dat die een kader krijgt. Er zijn onderwerpen zoals bijvoorbeeld opsporing, overdracht bijvoorbeeld van aangehoudenen en bijvoorbeeld over surveillance zijn er ook afspraken. Maar het gaat erom dat de samenwerking een kader krijgt nu. In de politie-samenwerking heb je ook bijvoorbeeld ten aanzien van de uitwisseling van persoonsgegevens. Dat in een kader plaatsen, de overdracht bijvoorbeeld van gerechtelijke stukken. Al die zaken met deze overeenkomst, die van 2006 is al geratificeerd. En die van 2021 dus moet dus nu wel geratificeerd worden. Anders heeft het dus geen juridische rechtskracht. Hun veiligheidssector is verdeeld over twee ministeries. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Overzeese Gebieden en het ministerie van Justitie. Dus bij een eerder bezoek had ik juist gesproken met de mensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Overzeese Zaken. En er zijn toen ook al afspraken gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de brandweer. Als ik me niet vergis en het goed uitkom, krijgen we over misschien een maand zo twee brandweerwagens geschonken door de autoriteiten in Cayenne, Frankrijk, Frans-Guyana. Daarnaast is het ook mogelijk geworden een intensievere samenwerking op politiegebied, dus een politie-samenwerking, waarbij er concreet over en weer bezoeken zijn geweest. Volgens, als ik mij niet vergis, is de gendarmerie zeker twee keer hier geweest om te oriënteren, om te kijken wat de politie hier nodig heeft. Er zijn ook schenkingen geweest van security-attributen, zoals vesten, noem maar op. En verder ook trainingen die door de Franse politie zijn georganiseerd en uitgevoerd hier.